Yo, welkom bij een nieuwe vlog. Sorry dat het zo even lang moet duren, maar de reden hiervan is... duidelijk, denk ik, als jullie het zo zien. Het is mijn nieuwe motor. Ik heb een GSX-R1000 gekocht. K8. Waarom? Omdat ik na een jaartje op de Hornet geoefend te hebben wel uitgekeken was. En dit is de reden. Wat ik die wilde hebben. Wat een power. Daarnaast wil ik een seizoen op een supersport gaan proberen. Ik heb één keer op de R1 van Dylan Sino gereden. Nou ja, dat was even wennen. Ik wist niet zeker wat ik wilde. Ik op de kleine stukjes kreeg ik best wel last van mijn polsen. Maar goed, daar is wel aan te wennen. Aangezien het vandaag een lekker dagje is, dacht ik nou laten we eens een lekker stukje gaan rijden. En dan gaan we wel eens kijken wat hij doet. Morgen de Halloween ride-out en een stukje rijden met Sticky Jixer en Moto Jinji, Zaduzu en de Halloween ride-out dan. Dus zodoende wil ik hem vandaag even lekker warm rijden. Dat is wel jammer. Ik wil eigenlijk even terugdraaien om de snelweg nog op te gaan. Ik moet toch even mijn touwtjes vastknopen. Tikken nou tegen mijn helm aan, dus dat gaan we eerst even doen. Let's go! Wow, jongens. Wat een power. Even hier. Ik denk dat ik wel tankpads moet gaan halen, want ik glij hier best wel, ik kan hier echt lekker vast klemmen. Tank grips, tank pads. Wat touwtje vast doen, jongens. Nou, dus aangezien het morgen een avondritje wordt, moet ik wel even mijn heldere vizier erin zetten. Maar ja, dit komt vanavond wel allemaal. Vanmiddag. Maar ja, zoals jullie zien is deze nu nog aardig standaard. En horen. De standaard uitlaat zit er nog op. Standaard uitlaat in. De K8 heeft er twee. Dat wil ik graag zo houden, want ik vind het wel super fijn. Of tenminste, super fijn. Ik vind het gewoon mooi. Even om te laten zien hoe hard hij kan. Mama, dit doe ik niet altijd zo hoor. Mijn vriendin, ik doe dit niet altijd zo. Gewoon even om te laten zien hoe lekker die rijdt. Heerlijk. Jammer dat die golf niet mee wilde doen. Ging gelijk aan de kant, mooi genoeg. Maar ja, dus we gaan hier wel wat aan veranderen. Ik heb ook al wat bedrijven die mee willen doen. Dus hier laten we meer over. De kleur zal gewijzigd worden, niet helemaal. Vrienden van de Ponte reclame die gaan hiervoor zorgen. Luciano,
Shout out. Dus wat hebben we nog meer op de planning staan? Ja, LED-verlichting. Spiegels ben ik nog niet over uit. Ik vind ze wel super fijn. Alleen ja, ze zijn wel moeilijk groot. Maar crashbar zit er, of crashpad zit er al op. Wat hebben we nog mee, jongens? Uitlaten worden veranderd natuurlijk, wat ik al zei. Decat is al onderweg. Dus dat zijn wel even de belangrijkste dingen. Een quickshifter en een tune waarschijnlijk. Ook hier ben ik al over in gesprek. Dus daar horen jullie ook binnenkort meer over. Nou, voor nu zullen de ritjes wel wat minder zijn. Na dit weekend denk ik. Het is nu nog lekker 17 graden. In oktober, maar ja, dat zal niet zo blijven. Dus ja, we genieten nog even van zolang het kan. En dan gaan we daarna wel zien wat we gaan doen. Maar er staat genoeg op de planning dus. En, ja, laat even in de comments weten anders wat jullie graag aan deze motor anders zouden zien. En wat jullie er dan voor zouden vervangen. Ik wil sowieso de dubbele uit laten houden. Omdat ik gewoon, net zoals bij de Zetuzu bike en ook gewoon dubbele pijpen erop zitten. En ik vind het gewoon super vet eruit zien als dan allebei de kanten twee uitlaten zitten. Heel veel mensen zeggen dat één uitlaat beter is, omdat dit meer tegendruk geeft op de motor en je dus ook meer performance kan halen. Nou ja, dit ding heeft standaard al 185 pk voor de performance, hoef ik het wil en hoef ik het niet te doen. Vind ik het prima zo. En voor de luxe vind ik gewoon een dubbele uitlaat veel mooier, dus dat gaat hem sowieso worden. Hey, motorlesje achter mij. Vlam ik hem naar huis. Ik heb deze motor ben ik weer te halen in het donker, met het donker vizier. Niet aan te raden, sowieso niet aan te raden. Maar naast de decat komt er dan ook een O2 eliminator. Die zorgt ervoor dat de O2 sensor niet meer de hoeveelheid benzine regelt. Waardoor die ook, wat ik heb gelezen, beter gaat lopen. Dus die gaan we gelijk installeren met de nieuwe uitlaten en de decat. Nou, laat me ook even weten wat je van de upgrade vindt. Of ja, of misschien voor iemand een downgrade. Ik weet het niet, maar voor mij is sowieso een upgrade. Van de 100 CB600F Hornet naar GSX-R1000. Totaal andere bike natuurlijk. Andere zitpositie van de Supersport of van een Naked naar een Supersport. Zoals heel veel mensen noemen een Pussy Naked 600cc. Kom op. Niet zo gapen, pas geven. Nou ja, dat was dus de reden dat het zo stil was rondom YouTube. Ik was bezig met mijn bike te verkopen en deze te kopen. Het kwam toevallig allemaal goed op. Ja, het liep toevallig allemaal goed ook in elkaar over. Ik kreeg de vraagprijs die ik wilde. Heel veel mensen zeiden, ja, je gaat hem nu niet verkopen in deze tijd. Nou ja, je hebt maar één iemand nodig en die één iemand was er. Dus ik heb hem op verschillende plaatsen aangeboden. Marktplaats, Autoscout, Speurders. Nou, op een gegeven moment dacht ik, laat ik hem ook gewoon eens op Facebook Marktplaats zetten. Nou, via daar kreeg ik de reactie. In de verschillende Facebookgroepen had ik hem ook gegooid. Heel veel tags, maar weinig reacties. Mensen die veel te weinig ervoor wouden geven. Dus ja, dan... Ja, leuk autootje hoor.
Dus ja, dan per toeval via Marketplace van Facebook kwam hij bij mijn advertentie. Ik kwam dezelfde week nog kijken. Ik wilde hem eigenlijk iets te graag hebben. Waardoor ik ook niks van de prijs heb afgedaan, omdat ik hem toch wel wist dat hij hem ging kopen. Dus ja, ik ben weer terug. Wat ik al zei, het zullen niet zoveel rits op de motor zelf worden. Tenzij het echt lekker zonnig weer is. Dus misschien dat ik deze week nog wel een keer met de motor naar het werk ga. Laten we even een rondje eromheen doen. Nou ja, dit is hem jongens. Wat ik al zei, de standaard uitlaten. Standaard uitlaten. De wielstrapping ga ik er sowieso afhalen. Ik vind het niet zo heel mooi. Hij moet zoals je ziet gewoon even gepoetst worden. Dus dat was hem. Thanks guys. Like, subscribe, comment even. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Later.